Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Philips, Eindhoven, Ergon, Martin Glas Zichtbaar Mooi, de Rabo PSV-rekening van Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Topsupport en Sint-Anna Ziekenhuis, medisch partner van PSV, ACA IT Solutions en Beddenspeciaalzaak Slaaptijd. Welkom bij Studio 040. Het kampioenschap van PSV is hier, want gisteren wat een ontknoping. Onze jongen 3-1 gewonnen en Ajax, niemand had het meer verwacht. We speelden 1-1 tegen de Graafschap. En dus is vandaag, een dag later, de huldiging hier op het Stadhuisplein. Met onder andere de rit met de platte kar vanaf het stadion. En PSV is niet de enige, ook Oranje-Zwart gaat hier een huldiging vieren. Zo mooi dan voor jou? De Ajax gewoon nog net niet wint. Het is eigenlijk geweldig. Net zo lekker de Ajax hem niet heeft als de PSV hem wel heeft. Juist. Ja. Hey, waar zat je gisteren toen die wedstrijd werd gespeeld, toen het zo spannend werd? Ik dacht, zal het dan toch nog gebeuren? Het gebeurde. Ja, het is geweldig. Geen woord. Prachtig. Je hebt wel genoten tijdens die wedstrijd gisteren. Ja, geweldig. Geniaal. Fijn feestje nog, joh. Hè? Komt goed. Dankjewel. Heel goed. Niet alleen PSV wat hier het kampioenschap viert, ook Oranje-Zwart. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Schitterend om hier vandaag ook te zijn. Ja, maar hoe was het kampioenschap voor jullie? Ja, het was natuurlijk fantastisch. We kwamen denk ik uit een hele moeilijke positie. Ja, 1-0 achter in een play-offs van 3. Ja, als je dan thuis verliest, dan weet je dat je 2 keer naar Amsterdam toe moet om daar kampioen te worden. Als je dan ook nog
achter staan met 2-0 met rust, ja, dan is het niet echt heel lekker natuurlijk. Nou, als je dan uiteindelijk die tweede wedstrijd eruit steekt, dan weet je dat de derde wedstrijd dat weer mogelijk is en dat je een voordeel hebt. Nou, bloedstollend, de laatste paar minuten staan met 9 man. Ja, dan is het fantastisch om kampioen te worden. Ja, ga ervan genieten, want volgens mij moeten jullie klaar gaan staan om het podium op te gaan. Dankjewel. Wij gaan alvast een voorproefje nemen. Even kijken hoe dat eruit ziet vanaf hier. Pardon. Ja, dit is wel heel bijzonder die we dit jaar. Wat we nu dit jaar voor elkaar hebben gekregen, is wel echt heel bijzonder. Ja. Zeker. En dat is een feestje, zo op een vol plein. Ja. Echt niet te geloven wat een eer het is voor ons om hierbij te mogen staan. Kijk. Ja, zeker, want jullie hadden ook een spannend einde, hè, van de competitie, net als PSV. We hebben een gruwelijk spannend einde gehad en onze play-offs zijn echt... We hebben twee halve finale en finale over 3 wedstrijden gespeeld. Ja. En, kijk, met confetti en alles erop en eraan. En ga ervan genieten, joh. Ja, dat is niet normaal, man. Dat is echt niet normaal. Dankjewel. We gaan iets leuks doen. Zometeen wil ik met dit hele plein, met z'n allen, van links naar rechts. Van links naar rechts. Zullen we deze doen of niet? Zullen we deze doen of niet? Let's go! Hey! Ze kunnen ons horen. Kampioenen! De titel thuis, de baas. Samen. Het zoentje gaat verschijnen. Boven Eindhoven. Hoe mooi is deze? Prachtig. Ja, en wat maakt deze zo mooi dan? Omdat ik 99% zei en niemand geloofde me. Dat klopt. Ja, dat klopt. En nu ben jij degene die het misschien wel het hardste viert. Dat sowieso. Ja, hoe waren die laatste paar minuten voor jou toen jullie al klaar waren gisteren en die wedstrijd van Ajax nog moest? Ja, spannend, maar ja, ik had er vertrouwen erin dat Graafschap natuurlijk 1-1 zou spelen. En ik had het al 2 weken van tevoren gezegd. Ik dacht dat het vorige week zou gebeuren, maar het gebeurde deze week. En, Als ik ooit nog een toto in moet vullen, mag ik jou dan inhuren? Nee, ik doe het niet meer hoor. Want dadelijk verlies ik en dan ben ik al mijn geld kwijt. Nee. Snap ik, even fijn feestje man, ja. Fijn feestje. Dankjewel. Jurgen Locadia, hoe fijn is deze titel? Ja, super man. Vooral als je zo op het slotdag kan de titel kan veroveren, is alleen maar top man. Ja, en dan maak je tijdens die finale wedstrijd een goal en een assist. Dat moet lekker voelen. Ja, zeker. Ja. Ik zat goed in de wedstrijd. En, het is mooi dat je score kan openen. En, we maken onszelf wel moeilijk tweede helft. En ik ben blij dat Luc die bal goed afmaakt. Hoe was de rit hier naartoe vanaf het stadion? Want we konden hier op het plein meekijken op een scherm. Ja, duizenden mensen. Hoe heb jij dat beleefd vanaf die platte kar? Ja, gek man. Zo gewoon zoals vorig jaar. En,
het is bizar dat we dit mogen meemaken, man. Ik voel me gezegend en ik ben echt een trotse jongen nu. En, Geeft dit dan extra motivatie om het volgend jaar weer te worden? Ja, uiteraard, tuurlijk. Dat vorig jaar ook, toen we kampioen waren geworden. En dat je twee keer achter elkaar kampioen kan worden, daar mag je trots op zijn, denk ik, man. Ja. Heel veel plezier nog vandaag. De spelers zijn inmiddels gearriveerd. Ze staan hierachter in de ruimte voor het bordes. Zometeen komen ze daar naar buiten. Dan komen ze nog één voor één naar beneden ook. Dus dat feest en die huldiging die gaat nu echt beginnen. En ja, verder dan hier komen we niet. Die spelers hebben even die rust nodig na al die duizenden mensen die langs de route stonden bij de platte kar. Maar ze komen er dus aan richting dat bordes. Dan begint het nu toch echt heel erg spannend te worden. Want ze zijn binnen en ze komen eraan. De sfeer is hier fantastisch. De sfeer binnen is ook ontzettend goed. Maar we moeten het nog wel een beetje ietsjes gaan opwarmen. Dames en heren, we tellen af van 5 naar 0. En dan gaan we even de wave doen. We beginnen daar. 5, 4, 3, 2, 1. Handjes de lucht in. Ja, dat komt beter, jongens. Nog even met je. 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Ja, dat gaat beter. Dames en heren, ik kondig nu iemand aan. Een hele trotse man. De burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijssel. Gisteravond was er Studio Ajax op tv, maar wij hebben Studio PSV in Eindhoven. Eindhoven is de kampioenstad van Nederland. De hockeyers zijn kampioen. Wij zijn de voetbalhoofdstad. Wij zijn vandaag de hoofdstad van Nederland. Wij zijn trots op PSV. PSV kennen ze in Manchester, in Moskou, in Wolfsburg. Ze kennen PSV in Madrid. En nu kennen ze het in Nederland. PSV is kampioen van Nederland. Alles gaat naar Eindhoven. Dus als alles naar Eindhoven gaat, gaat er helemaal niks naar. De schaal was in Eindhoven. De schaal is in Eindhoven. En de schaal blijft in Eindhoven. Die kampioenen van ons hebben een geweldige prestatie geleverd. Onze mannen, onze landskampioenen, ze zijn hier! Yeah.
wij. Oh! Oké, mensen. Ik kan me nog herinneren dat we hier een jaar geleden stonden. Precies. Niet te lang wachten op het volgende feestje. En hier staan we weer, samen met jullie. Zoveel PSV-fans. Niet alleen in het stadion, langs de weg, hier op het plein, de hele dag. Om dit samen met ons te vieren. En deze jongens hier, allemaal, hebben tot de laatste dag gevochten om de titel in Eindhoven te brengen. Applaus voor de selectie! En dankjewel voor jullie steun! Een mens op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stil en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Philips, Eindhoven, Ergon, Martin Glas, Zichtbaar Mooi, de Rabo PSV-rekening van Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Top Support en Sint-Anna Ziekenhuis, medisch partner van PSV, ACA IT Solutions en Beddenspeciaalzaak Slaaptijd.